Ik heet Harry-Jay de Jonge, ik ben 18 jaar en speel op de positie linksback. Zo, een nieuwe speler van Jong FC Utrecht en dat op de transfer deadline dag. Jij dacht, we maken het toch even spannend? Ja, we zochten naar een mooi project. Jaartje Lyon gespeeld en ik hoop dat ik hier wel mijn ding kan doen. Ja, wat weet jij van Jong FC Utrecht? Ik ken een paar jongens. Ik heb Boussaïd zien spelen. Goed. Ik heb gespeeld met Davy van den Berg. Voor de rest ken ik niet zoveel. Ik weet dat de keukenkampioen-divisie een goede divisie is. En ik hoop dat ik veel meer zal leren. Ja, gespeeld met Davy van den Berg. Dat heb je dan waarschijnlijk gedaan bij PSV. Hoe lang heb je daar gespeeld? Ik heb 7 jaar bij PSV gespeeld. Ja. Ja, van welke leeftijd was je toen, de periode dat je daar zat? Van 10 tot 17. Ja. Van de 10 tot 19. Daarna koos je dus voor een Franse avontuur en nu ben je bij Jong FC Utrecht terechtgekomen. Wat hoop jij te gaan laten zien bij dat team? Ja, ik zet niet zoveel druk op mezelf. Ik weet wat ik kan en ik hoop het jullie te kunnen laten zien. Ja, jij bent dus een linksback. Wat voor een linksback? Ik beschrijf mezelf meer als een aanvallende linksback. Acties, maar ja, linksback is verdedigen, dus ook verdedigen. Ja. Wie is jouw voorbeeld? Ja, ik heb niet echt voorbeelden. Ik kijk wel naar jongens om te zien hoe het moet en dingen te verbeteren. Maar ik heb niet echt voorbeelden. Ronaldinho, maar ja, is geen linksback. Nee. Wat hoop jij uiteindelijk bij Jong FC Utrecht te gaan laten zien? En wat weet je bijvoorbeeld van wat het team wil laten zien? Ik hoop gewoon zoveel mogelijk te leren. Zoveel mogelijk wedstrijden te winnen met de boys. Dat is het belangrijkste. En de rest komt vanzelf. En qua Jong FC Utrecht, heb je ze ook al zien spelen bijvoorbeeld dit seizoen of in het verleden? Ja, ik heb de laatste tijd heel veel bij hen gekeken. Het ziet er wel goed uit en ik hoop mijn aandeel erin te kunnen brengen. Ja. Waarom denk jij dat het jaar wat je nu wordt verhuurd aan FC Utrecht, en uiteraard zit ook een optie tot koop bij, maar waarom denk jij dat het een succes kan worden? Ik heb ze zien spelen nogmaals en goede spelers om me heen. Ik kan mezelf verbeteren. Ik denk dat ik het team kan helpen en ik hoop dat we iets goeds kunnen koken.